Na het vertrek van de Romeinen lijkt Nederland weer teruggevallen te zijn in de prehistorie. De geschreven bronnen uit die tijd zwijgen volledig over Nederland. Ook archeologisch is over de vroege middeleeuwen weinig bekend. Aangenomen wordt dat vanaf het einde van de derde eeuw de bewoningsdichtheid in het kustgebied is afgenomen. In de vierde eeuw is er sprake van bewoning door kleine groepen mensen die deel uitmaken van de volksverhuizing. We staan hier op de locatie bij de vijver tussen de Zomerweg en de Willem de Rijkelaan. Hier zijn 6 waterputten gevonden. Op de foto is een voorbeeld te zien van een kistput, waarvan er hier meerdere zijn gevonden. Ook een boomstamput is hier aangetroffen. Ook bij de vijveruitgraving langs de Waalstro werd bewoning geconstateerd. In de vroege middeleeuwen ontstaat er een nieuwe aardewerkvorm, de kogelpot, waarvan op de foto een mooi exemplaar te zien is, die gevonden is in de vijveruitgraving aan de Willem de Rijkelaan.